Welkom bij Krachtstroom, een programma over drijfveren met vandaag mevrouw Nelly Kroes en de heer Bram Peper. Wie van u tweeën is de grootste vechter? Nelly. Ja? Ja. En waarom? Ja. Nou, omdat zij het leven, denk ik, ziet als een permanente strijd. Altijd competitie. Als het niet zelf is, dan zoekt ze het bij een ander. Maar toch zullen heel veel mensen dat van u ook zeggen. Want u bent ook een zeer strijdlustig man. Ja, ik ben ook een strijdlustig, maar ik ben iets meer een teamspeler. En Nelly maakt van alles, denk ik, een groot gevecht. Ook ze zegt voortdurend van, wat is de grootste, wat is de kleinste, wat is dit? Wie vind je de beste? Vind je de beste? Ja. En soms vind ik dat helemaal niet. En denk ik, ja, waarom moet ik nou kiezen? Bent u een aanstelganger? Ik heb ook aan teamsport gedaan, dus wat dat betreft. Maar dat was misschien noodgedwongen? Nee, want die keuze voor race roeien, dat was heel bewust mijn eigen keuze. Ja. En, ja. Maar wel autoritair natuurlijk. Nee, want ik zat niet slag, dus... Goed, je zit wel in hetzelfde schuitje. Maar waar komt dat vandaan, dat de het sterkste vechten? Willen zijn, dat vechten? Rotterdams, denk ik. Ja. Vanuit een gezin groot geworden, waar die vechtersmentaliteit, hè, van met niks beginnen. Mijn vader heeft zijn eigen bedrijf opgericht. En dat was natuurlijk bloed, zweet en tranen na de Tweede Wereldoorlog. Dus ja. Je werd als kind al opgevoed. Dat kreeg je mee? Ja. Wat was dat voor man, uw vader? Autoritaire man. Ja. Een echte vechter. Mm-hmm. Absoluut geen kulverhalen. Een harde man ook? Ja, hard voor zichzelf. Hard voor zijn omgeving, ja. Voor u? Voor u? Ook, want ik herinner me dat ik een keer van school thuis kwam en vond dat het absoluut oneerlijk daar ging en dat het me niet aanstond. Dus ik was zo kwaad en gooide mijn boeken in de hoek. En toen zei hij, je verliest wat. En toen zei ik, ja, maar ik ben zo kwaad. Toen zei hij, dat helpt niet, pak eerst die boeken op. En dan gaan we praten. Als je van school af wil, dan ga je van school af. Maar dat was natuurlijk helemaal niet mijn bedoeling. Dus nee. Hij was keihard. Ja. Vond je dat als kind ook erg? Als je zo'n harde vader hebt? Je hebt A, geen keus. Nee. En B, ik wist amper anders. Hm. En je kijkt toch wel tegen zo'n vader op. Ja. Ja. Maar u heeft ook wel eens gezegd, hij heeft me eigenlijk nooit laten blijken dat hij trots is. Dat nee. Hij, nee. Dat is nogal hard. Ja, maar ook dat was vanuit die opvoeding heel normaal. Hij stond zich niet voor op wat hij bereikte of aan het bereiken was of bereikt heeft. Hm. En hij vond dat daar ook geen reden liefde voor was. Liefde is een schaars goed, hè, denk ik, in jullie kring. Ja? Denk het wel, ja. Bij u en uw gezin, was dat ook zo? Was het heel anders? Want u zegt... Ja, dat was ook heel hard werken. Ik bedoel, mijn vader werkte op de fabriek bij Stork, 4G in de oorlog. Dus dat is pure armoede. Hoe ervaarde u zelf die armoede? Hoe ziet dat als er kind? Dan uit als kind? Je was erg blij met dingen. Met een appel, dat was een luxe. Eén keer in de week misschien een ijsje. Ik scharrelde ook door Haarlem heen om flessen uit het spaarnet te halen om die in te leven, dan had ik een paar centjes en zo. Dus maar was het wel warm? Want u zegt... Was het wel heel warm, ja. Ja. Wat ik wel heel goed vond en aandoenlijk, dat jij oude kranten opspaarde en die naar de visboer bracht. Je kon kranten verzamelen, daar kreeg je dan een paar centjes voor. En dan ging ik naar die haringboer, dan had ik een hele kranten, want hij moest in kranten opbergen, weet je wel, die haring. Ja. Ik kwam een hele stapel aanzetten, die had ik bij elkaar geschuild. En dan keek ik een haring voor niks. En trots ging ik naar mijn moeder toe. Haring eraan. Ik vind het haring verschrikkelijk, maar goed. Hield u heel veel van uw moeder? Ja. Je hield. Ik hou van haar. Ze bestaat nog steeds. Ja. Ja. Mijn vader is heel jong overleden. Hij was 46 jaar. Dat is de grootste gebeurtenis in mijn leven geweest. De dood van uw vader? Is de dood van uw vader de grootste gebeurtenis in uw leven? Ja. Ja, dat heeft mijn leven meteen veranderd. Ja. Groter dan bijvoorbeeld het ontmoeten van een vrouw? Of? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik bedoel, als je je vader ziet wegkwijnen. Aan kanker op zijn 46e. En je ziet dat hele proces een half jaar lang en je moeder. En ja, dat heeft definitief mijn leven veranderd en daardoor ben ik nog meer relativist geworden dan ik... Maar wat was er dan het ergste, zeg maar, dat uw vader overleed, de pijn van uw vader of de pijn van uw moeder, dat ze daarnaast zat? Of... Nou, de pijn van mijn vader. Ik had een hele goed contact met mijn vader. Wij gingen als kameraden met elkaar om. Ik had een grote waardering voor hem. Hij was een
heel moedig geweest in de oorlog. Ik hield van die man. Ja, en dan blijf je met je moeder achter die... Laat ik zeggen, ja, dat, ze heeft het er nog over, begrijp je? Ze is nooit meer hetzelfde geworden daarna. En die zorg die je dan hebt... en een jonger zusje en wat iets meer zei. Dus je speelt er ook een beetje een vaderrol. Is die pure armoede die u zei, is dat een drijfveer om ver te komen later? Is dat... Nou ja, ik was een leergierig ventje. En ik had een onderwijzer. Hij bestaat gelukkig nog, meneer Lodders. Waar ik zeer tegen opkeek. En die heeft mij... dat was een leidsman van mij. Ik wilde ook zo knap worden als mijn onderwijzer. Ja, ik vond leren leuk. Daar hield ik van. Bent u slim? Nee, ik ben een harde werker. Bent u niet intelligent? Ja. Ik ben intelligent geworden. Maar niet van huis. Over leidsmannen gesproken. Maar heeft u zo'n leidsman of leidsvrouw in uw leven ontmoet waarvan u dacht, dat is nou een voorbeeld, daar trek ik me aan op? Ik heb een tijdje, maar dat is heel lang geleden, grote bewondering voor Albert Schweitzer gehad. Dat vond ik iets als je je zo kon inzetten. Maar ik heb niet zozeer die leermeesters. Nee, dus we hebben voor een heleboel mensen. En hoe kwam dat? Dat u dan niet die leermeesters had? Had u ze niet nodig? Had u misschien al voldoende zelfvertrouwen? Ja, vast dan. Nee, ik denk dat dat een mankement bij mij is. Ik heb ook erg veel zelfvertrouwen. Wat is dan precies het mankement, vindt u? Dus, als Bram over zijn leermeesters praat, dan heb ik daar een gezonde jaloezie bij. Dus zoals hij over zijn leermeesters ook over hoogleraren kan praten. En ik heb hoogleraren gehad waarvan ik vind dat ze zeer indrukwekkend enzovoort. Maar niet voor mij de term leermeester daarop geplakt. Maar bent u misschien niet gewoon veel nuchterder en kritischer op wat die mensen eigenlijk konden, wat ze voorstelden? Ja, dat vrees ik wel. Ja, dus dat ik toch altijd ook weer zie van wat daar de mankementen zijn. Dat... Nee, ik hou van leermeesters, mijn onderwijzer, de heer Lodders. Nee. Wij hadden weinig literatuur thuis. Ik had de encyclopedie voor iedereen, die zat ik voortdurend te lezen. Ik schreef ook wel eens naar de VARA radio. En ik herinner me nog dat een buurvrouw kwam aankloppen. Je zoon wordt genoemd op de radio, want ik had een stukje ingestuurd over de fuga's van Bach. Dat had ik gewoon overgenomen uit een encyclopedie. Ik hou van leermeesters, van Doorn, Heertje, Andriessen, noem ze maar op. Maar Joop den Uyl. U moest net lachen, hè, toen uw man zei van intelligent neunen eigenlijk niet. Dat gelooft u niet. Hij is bovenmatig intelligent. Dat zegt overigens nog niks, want dan moeten we gaan praten van wat is een bovenmatig. Ja. Maar nee, hij is heel intelligent. Nou, hij was te bescheiden net. Ja, dat is hij weinig, hoor. Nee, maar als je leermeesters hebt, dan weet je dat er mensen zijn die zoveel meer kunnen. Nou, dat zou mijn volgende vraag zijn. Heeft u nou het gevoel gehad dat u een van die leermeesters ontstegen bent? Dat u op een gegeven moment... Nee, helemaal niet. Nee, ik kan heel goed leven met de gedachte, ja, het zal wel moeten. Dat er zoveel mensen zijn die zoveel begaafder zijn, zoveel mooier zijn, zoveel artistieker zijn dan ik, vanzelfsprekend. Daar kan ik heel goed mee leven. Maar ik bewonder ze wel. W.F. Hermans, Gerard Reven. Gerard het Hoofd, een natuurkundige waarvan ik eens een keer een lezing heb meegemaakt. Waarvan ik de eerste zin al niet begreep en de laatste zin ook niet. En ertussendoor. En dat ook vindt u prachtig? Vind ik prachtig. Maar over die bewondering gesproken, u heeft wel gezegd dat mevrouw Kroes uw leven gered heeft. Ik was zelf ook al bezig, want ik probeer zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Dat is op zichzelf een reuze handel. Maar toch, wat bedoelde u daarmee? Nou, er is een bepaald moment geweest dat ik aan de grond zat en in het ziekenhuis lag. Dus ik ben er zelf wel uitgekomen, maar Nelly heeft mij wel op een spoor gezet van... Toen hadden we overigens verder helemaal nog niks, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik had altijd een bewondering voor haar ook. Als een bijzondere vrouw die in deze mannenwereld zit. Ja, want andersom heeft u wel eens gezegd, Bram is de ideale man voor mij. Wat bedoelde u daarmee? Dat is lang geleden. En Bram heeft mij een hele nieuwe wereld ingevoerd. Dus in architectuur, een heel stuk literatuur... Dus dat... Verbreding eigenlijk. Ja. U zegt, we hadden toen nog niks. Wat dreef u nou toe om die man uit Sahara nee, uit nee, nee, te trekken? Dit is absoluut niet conform de realiteit. Nee hoor, we hebben altijd
een goede band gehad. We hadden op het zakelijk vlak veel met elkaar te maken. Burgemeester van Rotterdam, verkeerde waterstaat. Minister, ja. Dus er was zeer veel waar over gesproken moest worden. En gevochten. Ja, en hij deed niet altijd wat ik dacht dat hij zou doen. Nee, dat is ook een noodlot geworden. En ook zijn wethouders enzovoort. Maar dus in die zakelijke relatie zagen we elkaar veelvuldig. En Bram is heel trouw in zijn waardering voor wat er geweest is. Dus op een gegeven moment ook nog daarna contact, toen ik dus niet meer op verkeerde waterstaat zat. En dan kom je tot discussies, overigens gewoon vriendschappelijk, waar je soms iets kan aanleggen. Maar nog even die opmerking over dat ideale. Wat bedoelde je daar nou precies mee? Het feit dat u zeg maar, naast uw karakter iemand als Bram Peper het beste ernaast past? Of is het gewoon een prototype van hoe een ideale man is? Of ben ik toch wel heel benieuwd naar. En dat begint onder de huidige omstandigheden wat vreemd te klinken. Bram is een heel intrigerend mens. Ook vanuit dat intellect wat hij heeft. En ook vanuit een aantal karaktereigenschappen. Want je had het net over dus dat milieu, dat arme milieu waar Bram uit afkomstig is. En in een buurt toen hij naar de HBS ging, wel geconfronteerd met leeftijdsgenoten die vanuit een hele andere situatie kwamen. Dus wel rijk in grote huizen enzovoort. Ja. Dus we hebben ook wel discussies daarover gehad. Was je dan niet jaloers? Mm-hmm. En hij kent het begrip jaloers niet. En dat alleen al vind ik fascinerend. Dat iemand het begrip jaloers niet kent. Is dat zo? Jaloers? Nee, ik ben niet jaloers. Nee, afgunstig. Maar jij hebt ook niet. Of afgunstig, dus, dat interesseert me niet. Nee, maar Bram, wat ik fascinerend vind, want als jij dan of met vriendjes in zo'n groot huis kwam, of er langs liep of fietste, dat je dan niet had van, daar wil ik later ook wonen. Wat ik wel. Ik wilde leraar dus worden. Ik ben gedreven in mijn leven. Ik weet nog precies dat. Echt hogerop? Ja, dus waar ik nu woon, reden wij. Toen ik heel jong was en we met vakantie naar Katwijk gingen, reden we ongeveer langs. In Wassenaar, daar. Ja. En daar stond één huis. Nou, dat staat nu, of dat staat er al veel langer, maar in dat wijkje woon ik nu. En toen dacht ik van, in zo'n type huis wil ik gaan wonen. Doet u het daar ook voor? Daar zit wel een stimulans, een drive in. Mm-hmm. Dat ik denk van. Ik wilde alleen maar meer kennis hebben. Dus een huis heeft u nooit geïnteresseerd? In geen bal. Ik heb alle soorten huizen gewoon. Ja. Interesseert me niks. Ja. Ik zie ook niks. Ja. Terwijl je aan de andere kant dus wel zo'n enorme interesse in bomen, in architectuur prachtige en zo bomen. Ja, nou ja, goed, maar de meeste huizen zijn lelijk. Die waar, bomen praten niet, vind ik eigenlijk niks. Begrijp je? Dus ik voel me overal thuis, eigenlijk wel. Heeft u nou het idee dat u daar inderdaad ook gearriveerd bent, waar u had willen zijn? Nee, daar ben je te onrustig voor. Ik vind een omgeving heel belangrijk. Mm-hmm. In tegenstelling tot wat Bram net zegt. Waar ik overigens mijn twijfels over heb. Of ik dat helemaal zo is. Een stedelijke omgeving vind ik leuk. Ja. Maar niet maar, bomen en zo. Nee, maar ik vind het wel belangrijk in wat voor cocon ik 's avonds thuis kom. Maar nou zegt de heer Peper, er zit toch te veel onrust om je ergens thuis te voelen. Waar komt die onrust dan vandaan? Is dat elke keer toch weer een soort van gevoel van ik moet verder reizen, hoger springen? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, er is nog zoveel te beleven. Er is nog zoveel uitdagends mee te maken. Dus ik vind het fascinerend. Dus mijn internationale ervaringen nu, dat vind ik fascinerend. Hele andere culturen. En dan zie je de betrekkelijkheid van dat piepkleine land hier. Ja. En dus of je daar aan een vergadertafel zit of hier aan een vergadertafel. Dat en dan, maakt toch uit, dat voel je. Nou ja, dus er zijn verschillen. En dat vind ik heel fascinerend om dat mee te maken. Ja. Dus bij mij is er altijd nog iets van. Daar wil ik bij misschien horen. Misschien is daar ook nog iets. En dan hoop ik dat ik ervan leer. Mm-hmm. Maar ik geniet er ook ter plekke van. Dus als mensen tegen mij zeggen van het harde werken en je moet niet zo hard werken en je bent nu 61, dan denk ik, ik zal tot mijn laatste snik. Pensioen is niks voor u. Dat bestaat eigenlijk niet. Nee. Dus ik denk dat jij hebt geen leermeesters, maar je hebt wel idolen. Jij kan heel enthousiast zijn over sommige mensen. Ja, maar dat is niet idool. Nou ja. Idool is wanneer je. Nou ja, je hebt wel eens een spontane oprisping van. Nee, niet idool. Maar
ik dat vergroot... Je heel, dat je nee. heel geweldig ja. vindt, denk ik. Ja, maar dat noem ik geen idool. Ik zie dan in iemand iets. Ja. En daar heeft Bram wel gelijk. En dan word ik heel enthousiast. Want dan ben ik gefascineerd door wat zo iemand zou kunnen doen. Dus het betekent niet dat ik opkijk, maar ik zie iets. Voor iemand als Ayaan Hirsi Ali op dit nou, moment? Dus ik vind Ayaan een vrouw, een jonge vrouw. Het kan mijn dochter zijn, mijn zoon is net zo oud als zij is. En dan denk ik, dat is de nieuwe generatie waar enorm veel door in beweging kan komen. Ja, een vechtlust die u ook herkent. Ja, waar ik oprecht hoop dat ze de kans krijgt. U zegt, zij is net zo oud als mijn zoon ongeveer. Ja. Heeft u soms niet het idee dat u eigenlijk te weinig daarvan gezien heeft? Ik heb mij altijd gerealiseerd dat met het leven zoals ik dat heb geleefd en aan het leven ben, maar zeker in die tijd. En het willen leiden natuurlijk ook. Ja, dat je bepaalde dingen mist. En om het nou maar heel, heel simpel te zeggen, van als de zon schijnt, daar een andere zijde van, dan gaan we lekker naar het strand of zo. Ja, dat was er niet bij. Nee. Maar het was natuurlijk ook ten aanzien van je kind, dat bepaalde dingen, dat heb ik niet meegemaakt. Dus dat heb ik gemist. Aan de andere kant stond er ook weer een heleboel tegenover. En wat ik wat stond er dan tegenover? Nou, dus dat je dingen met hem kon doen waar anderen zeker niet toe in staat waren. Ja, ook dat. Maar ook dat ik in mijn contact met hem hopelijk een aangenamere moeder was dan ik anders zou zijn geweest. Want als ik omdat dat niet anders gefrustreerd was geweest ja, van thuis. Dus dan was ik waarschijnlijk een chagrijn eerste klas. Denkt u dat? Ja, denk ik wel. En dat ik op alles en nog wat had gelet waar iedereen horend dol van zou zijn geworden. En nu in dit leven. En ik heb natuurlijk toch het geluk gehad. En dan zeg ik van af en toe moet je dat ook hebben. Dat Ivo een buitengewoon evenwichtig kind is geweest, maar nu een heel evenwichtig mens wat zijn eigen leven. U had thuis een goede vee, hè? Ze heeft ja, gezegd, ook. Die heeft natuurlijk, die heeft ook de orde en de tucht in zijn opvoeding aangebracht. Dus fantastisch wat zij gedaan heeft. Dus u zou niet zeggen dat u daar spijt van heeft, dat u dat gemist heeft, dat, nee, dat die nee, dag nee, aan nee, het strand nee, met uw kleine zoon. Nee, en ik want dat denk, is wel voorbij, dat komt nooit meer terug. Nee, eens. Maar ik denk dat sowieso in het leven geen zin heeft om te gaan zitten piekeren wat je allemaal gemist hebt. Geeft u dat soort voorbeelden ook? Want u heeft ook kinderen. U heeft ook een enorme drukke carrière. Nog steeds eigenlijk met alles waar u mee bezig bent. Door ook op die leeftijd dat kinderen klein zijn, aandacht behoeven. Ja. Op het moment dat u dacht, het komt niet aan. Ik ben geloof ik niet een standaard vader geweest wat dat betreft. Vindt u dat nu erg? Of zegt u net als uw vrouw van, nou ja, je moet niet terugkijken? Ja, dat teruggeven heeft allemaal geen zin. Bijzonder. Het leven is een hoeveelheid pluspunten, maar ongelooflijk veel minpunten. Een opeenhoping van gemiste kansen. Een mens wil zoveel. Wat vindt u grootste gemiste kansen? Ik had graag een groot geleerde geworden. Maar ik leef ontspannen bij de gedachte dat ik er niet ben. Vond ik wel mooi eigenlijk. Maar is dat nou gebeurd omdat u andere keuze heeft gemaakt of omdat het er niet in zat? Nou, ik vrees dat het er niet in zit. Het is niet de schuld van de politiek, zullen we maar zeggen. Wel nee. Had het er wel in gezeten, zegt u? Ik ben op een gegeven moment burgemeester geworden. Dat ik dacht, nou ja, waarom zou ik het eigenlijk doen? Ik heb er lang over nagedacht. Vraag ik me überhaupt af. Waarom heeft u dat gedaan? Het is toch ook een rotbaan? Ja, het is een vlaag van verstandsverbijstering die wat lang heeft geduurd natuurlijk. Want ik heb 11 jaar toch? Ja, heel lang. Maar ik heb er ook heel lang over nagedacht. Toen ik dus werd gevraagd, was ik helemaal niet onder de indruk. Toen zei ik wil 6 weken bedenktijd. Toen zei André van der Lauw of anderen, die zei, nou, dat is nog wel een baan, zeg, Rotterdam. Moet die 6 weken bedenktijd? Ik zei, nou, ik denk in de tussentijd graag mee voor een andere kandidaat. Want dit is een vrij, dat komt mij toch wel eens heel vreemd over. Want ik wist wel veel van beleid, maar ik had nog nooit een stadhuis van binnen gezien. Laat staan de gemeentewet. Dat is ook niet nodig hoor, daar gaat het niet om. Was het dan inderdaad niet vreemd dat ze u vroegen? Ja, dat was heel vreemd. Maar ze zagen wat in mij. Bent u politiek slim? Sluw misschien? Ja, ik heb veel verstand van politiek, zeg ik zelf. Ja, vrij veel. Dat is wel handig als je burgemeester bent. Anders overleef je niet natuurlijk. Anders word je alleen maar iemand die kinderen. Maar hoe komt het nou dat die periode van Rotterdam toch door heel veel mensen, ik bedoel, het is natuurlijk allemaal imago, het is beeld, maar natuurlijk toch gevoeld worden als van, nou, daar zat dan die arrogante peper. Ja. Waar komt het vandaan dat mensen dat beeld hebben van u, dat u arrogant bent, misschien moeilijk benaderbaar?
U heeft zelfs een keer met de dienstauto tegen het verkeer ingereden. Ja, nee, en wat de burgemeester moeten doen. Nee, dat was helemaal niet het geval. Nou ja, goed, maar dat soort verhalen. Dat soort verhalen. Ja. Dat is waar komt het vandaan? En dan moet je aan Nelly vragen, want vind mezelf niet arrogant. Ik heb ook een zeker zelfvertrouwen. U heeft genoeg abstractievermogen, toch, om daar iets over te zeggen? Nou ja, goed. Ik ben wel eens met mijn gedachten ergens anders. Ik vergeet wel eens om me heen te kijken. Ik ben gek op mensen. Maar soms ben ik wat verstrooid. Soms maak ik grappen waarvan je erbij moet zeggen, zeker in Rotterdam, dat het een grap is. Want ik heb natuurlijk... Ik ben in Rotterdam verdwaalde Amsterdammer. Als ik in Amsterdam ben, ben ik ook weer erg Rotterdams. Dus ik hou wel van het spel van het woord. Het feit dat situaties, die neem ik op de hak. Ik neem mezelf ook op de hak, maar dan moet je er weer bij zeggen dat je dat doet. Dus dat kijk wel naar boven en denken ze, ik heb geen belangstelling. Maar ik luister niet met mijn ogen, niet waar. Ik volg altijd, ik vond raadsvergaderingen fantastisch. Dat ik gewoon geïnteresseerd ben, dat is niet waar, want ik hou van mensen. Maar zij weet het beter. Ja, hoe komt het? Omdat Bram toch eigenlijk die wetenschapper is. Dus hij overdenkt alles en beredeneert alles. En haat het wanneer je tot conclusies komt of stellingen poneert die niet doordacht zijn. Nou, dat gebeurt natuurlijk nog wel eens in de politiek. Zeker op mensen die het wel kunnen. Ja, denken, nee, dus oké. Dat even in de zijlijn. Bram waardeert mensen om wat ze zijn en wat ze kunnen. Maar hij haat mensen die dat wel kunnen en het vervolgens... Een soort geestelijke luiheid eigenlijk, waar we niet tegenkomen. En hij is toch, zeg ik vaak, de verdwaalde wetenschapper in de politiek. Maar reuze praktisch toch? Ja, nou, in de zin van... En dat is natuurlijk in dat spel, want het is ook een stuk poppenkast in de politiek. En als je daar al te realistisch bezig bent vanuit de argumentatie. Ik pak een zijweg om aan te tonen. Wat Bram gedaan heeft voor het op de kaart zetten van Rotterdam, dat is grandioos. En ik heb in een aantal situaties dat zelf kunnen beoordelen, omdat of Bram in mijn delegatie zat, of ik wel eens een keer in zijn delegatie zat. En het drie landenpunt voorbij, hè? Ja, dus dan, dan inderdaad Rotterdam bij de president van een belangrijk land voor Rotterdam presenteren. Maar de interviewtechniek die hij dan toepast en de echte interesse om meer te weten van het land. Want je kan wel over jezelf gaan vertellen, maar in de meeste gevallen is je gastheer toch ook gecoiffeerd als die eerst zelf iets kan. Maar toch vraag ik me dan af, want die hele affaire met Rotterdam, hè, waar u keihard teruggevochten heeft, ook gelijk gekregen heeft voor de rechter. Maar het is natuurlijk wel zo dat dat kwam ook van het feit dat u gewoon vijanden heeft die dat heeft verspreid hebben. En dat kwam niet nergens vandaan. Er waren allemaal mensen Ik zei ook altijd, als ik geen vijanden heb, dan doe ik mijn werk niet goed. Mm-hmm. Ik heb in het begin al gezegd, als ik populair word, dan moet je me waarschuwen. daar hou ik van dit soort uitspraken. Nou, dat is redelijk gelukt. Ja, dus u heeft vijanden. Natuurlijk. Bestuurders die geen vijanden hebben, grosso modo. Alles vinden zegt u kan niet in de politiek. Die stellen niet veel voor. U bent niet bang om vijanden te maken ook? Nee, ik zoek ze niet op. Maar op het moment dat je iets vindt, ook als je je vergist. Ja. Die waar ik me ook vergist natuurlijk. Maar beleid maken, politiek maken zonder risico's, zonder een visie. Dan moet je wat anders gaan doen. Dan moet je gewoon linten knippen. Daar zit het hele land vol mee. Lintenknippers en mensen die risico's vermijden. Hou ik niet van. Het eigenlijk een paars huwelijk, hè? VVD, PvdA. Wie is nou naar wie opgeschoven eigenlijk in uw huwelijk? Wie is naar links of wie is naar rechts opgeschoven? Ik denk dat dat niks met... in ieder geval over mijzelf sprekend... Ja. Jij bent radicaler geworden. Ik ben radicaler geworden. In welke zin? En u bent niet liberaler geworden? Ik was een liberaal sociaaldemocraat altijd. Maar ho, dus ik ben liberaal tot in manieren. En het radicale slaat erop dat ik minder geduld heb. Mm-hmm. En dat hangt ongetwijfeld met mijn leeftijd samen. Dat ik denk, het is nu mooi geweest. Leeftijd in de zin van, er is niet meer zoveel tijd? In de zin van... Ja, ik heb nu al zo lang meegemaakt dat er allerlei zaken... toegezegd, dan wel in de discussie beaamd dat dat aan de orde is. En dat gebeurt niet. Dus dan is het bij mij langzamerhand op. Zeker op het terrein van de positie van de vrouw in Nederland.
ben ik absoluut aan het eind van mijn geduld. Ik vind dat we nu decennia lang met mooie woorden hebben gezegd, de vrouw moet de kans krijgen, politiek correcte taal, maar niet alleen in de politiek. In de enige trein waar ik misschien jouw leermeester ben geweest. Ja, je bent heel geëmancipeerd, dat is een feit. Maar ik vind dat we nu niet meer weg kunnen komen. De socioloog legde de econoom uit wat er aan de hand is. Laat mij nog even uitpraten. Oh ja, alright. Dus in ieder geval dat de vrouw nu in zoveel aantallen aanwezig is om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis. En waar denkt u dan aan? Eén vrouw in het kabinet? Dat soort dingen? Absolute waanzin. En dan komt dan niet aan van, oh ja, maar we hadden er nog een paar gevraagd. Bedrijfsleven. En die zeiden nee. Maar ook in het bedrijfsleven. We hebben geloof ik nog 350 jaar nodig als we het in dit tempo doorgaan. Ik heb zelf steeds gezegd van, bewijs het maar aan de hand van wat je voor garen van de klos krijgt. Dat heb ik zelf geprobeerd. Ik heb me dus heel erg aangepast aan die mannenmaatschappij. Ja. En ik vind dat moet over zijn. Te lang over. Heeft geduurd. Dat moet over zijn. Ja. Niet aanpassen aan de mannenmaatschappij. Gewoon je eigen inzet. Ja. En die is bij heel veel vrouwen ontzettend groot en waardevol. En die inzetten om die samenleving. Je hebt de weloenige mannen om je de luxe te kunnen permitteren. Nee, maar je kunt niet, vind ik, als samenleving de helft van je bevolking die getalenteerd is, zomaar aan de kant laten staan onder het mom van, ze hebben nog niet de ervaring of het kan wel, maar ik weet niet hoe dat nu enzovoort moet. Ik heb ook groot ongeduld. Hè. Als ik denk aan wat er in Nederland moet gebeuren. Ik heb een paar maanden geleden een boekje geschreven, Een dolend land. Een dolend land, ja. Als ik zie wat er moet gebeuren, hoe er beleid zou moeten worden gemaakt, hoe je kan communiceren, hoe je belangrijke maatregelen kunt nemen, hoe je moet vernieuwen. Ik zie toch een hoeveelheid lamlendigheid, een gebrek aan vernieuwingsdrang. Nou zie ik hier twee ontzettend gedreven mensen. En dan vraag ik me toch af, hoe gaat het met u tweeën verder? Want ik krijg de indruk dat er wat verwijdering is, als ik de media mag geloven. Maar als ik u hier weer beide zie praten, dan zie ik twee mensen die samen tegen de wereld vechten. Nee, we hebben inderdaad besloten om apart te gaan wonen. Mm-hmm. En dat betekent dat dat niet alleen een indruk is, maar dat is een feit. Ja. Dat betekent ook dat er ten aanzien van de toekomst alles is mogelijk. Ja, heeft u nog meer open deuren? Ja, ik weet het niet. Ja. Maar als ik dat zeg, als ik u zo samen hoor praten, denk ik, dat is een heel sterk team eigenlijk. Maar dat vind ik in ieder geval fantastisch. Ik vind Bram zo waardevol als mens. Ja. Dat ik zeer hoop dat we als vrienden en dat, in ieder geval heb ik het gevoel, gaat heel goed. Ja. Dat je ook door kunt gaan. Living apart together. Ja. 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 Dat heet het. En voordat je elkaar de tent uitvecht, een wijze beslissing nemen. Ja. En dat is geen makkelijke beslissing. Maar, nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Maar die is nog niet genomen, die beslissing. Ja, we wonen apart. Ja. Ja. Maar dat blijft ook zo. Ja. Ik heb geen kristallenbol. Nee, ik ook niet. Nee. Maar we will see.